Vandaag gaan we verticaal lassen. Dus dat wil zeggen dat we deze gaan lassen. En dat ga ik op twee manieren doen. Eentje verticaal omlaag en eentje verticaal omhoog. En dan laat ik ook zien waar je op moet letten. Welkom bij Harry de Ferryman. En we gaan eerst het lasapparaat eens instellen. Nou, dit is mijn eigen lasapparaat, hij staat niet goed. Het is dan op de verkeerde draaddiameter. Mengas, 0,8 mm draad. Daar moet het mee gaan gebeuren. We zijn 3 mm aan het lassen. En dan zet hem gewoon op 3 mm. En dan zul je zeggen, komt dat wel goed? Jazeker komt dat goed. Het gas aan. De meeste tijd als ik kokertje aan het lassen ben, is het voor meubeltjes of iets anders. Iets waar niet echt heel sterk hoeft te zijn. En dan stel ik hem dus gewoon in op 3 mm. Dan las ik dit mee. En dan las ik de zijkanten verticaal omlaag. Waarom verticaal omlaag? Omdat ik daar niks aan de instelling hoef te veranderen. Is dat een goede las? Ja, het is een las. Is hij goed? Er zijn heel veel kansen op fouten met verticaal omlaag. Maar meestal ziet hij er wel goed uit. En dan maakt het niet uit, hè. Kijk, want deze heb je dan al goed. Dus verticaal omlaag, het snelste. Hoef je nergens niks aan te veranderen. Ga ik ook niet doen aan de lasapparaat nu. Ik doe er eentje. Gewoon onderhands lassen. En dan gaan we eens verticaal omlaag lassen. En dan kun je er zien dat dat werkt. Daarna ga ik het lasapparaat verstellen en dan gaan we verticaal omhoog lassen. Dat is een ander verhaal. Dan moet je de instellingen wel veranderen. Zijn wel betere lassen. Minder kans op fouten die je erin maakt. Dus het is de keuze, hè. Moet je iets hebben waar echt sterk moet zijn, kies ik voor omhoog lassen. Mijn elektrodes kies ik er ook bijna altijd voor om omhoog te lassen. Waarom? Omdat me dat beter afgaat als naar beneden lassen. Hele simpele reden. Maar ik ga mijn helm opzetten. Ik leg hierboven een lasje. En dan doen we er eentje naar beneden lassen. De eerste doen we onderhands. Waarom? Omdat het kan. En dan kunnen jullie zien dat het gewoon één en dezelfde instelling is. Er is niks anders aan. Zo las ik het meeste. Zo probeer ik ook het meeste te lassen. Hè. Onderhands. Maar af en toe ontkom je er niet aan. En dan moet je verticaal gaan lassen. Nou, dat kan dus op twee manieren. Het is de snelste manier. Niks aan de instellingen veranderd. Gewoon, hup, naar beneden rozen. Wel heel veel kans op lakfouten, toestanden. En nog veel meer. Maar het is wel de snelste manier. En als het voor een meubeltje is, niet erg. Hier kun je het zien, er zat wel vooropening op. Dus ik zwaai een heel klein beetje, maar dat is maar minimaal. Hè. Het draadje, dat is een 0,8 draadje. En hier kun je het zien. Het is minimaal en je probeert voorin te blijven. Dus dat niet zo'n grote druppel ontstaat dat je te langzaam loopt dat je eruit valt. Dan moet je opletten dat je voorin het smeltbad blijft. En dan hobbel je zomaar naar beneden toe. Hier kun je de stroom zien. Nou, die is gewoon waar ik normaal onderhands verlast. Nou, nog uit een paar andere hoeken heb ik het opgenomen. Je kunt zien wat ook heet, hè. Breekt zomaar niet af. Je hebt ook metaal gesmolten, dus het zit echt wel vast, maar het is niet zo'n degelijke las. Het wordt meestal een wat hollere las. En dat wil je eigenlijk helemaal niet. Dus je wilt of een vlakke las of iets naar de bolle kant. Maar deze zijn meestal, vind ik zelf, aan de holle kant. Het is lastig om ze echt mooi vlak te krijgen. Maar voor optisch, goed genoeg. Niet moeilijk overdoen. De snelste manier voor meubeltjes. Of andere dingetjes daar niet zo heel veel krachten op komen. Nou, het apparaat verstellen. Dan gaan we hem naar hand verstellen. Nou, dat is bij ieder lasapparaat anders. Hij stond op synergetisch. 1, 2, hup. Manueel, ja. Ja, 17 volt, 4,8. Daar gaan we het gewoon op proberen. Kijk hoe het loopt. Het is wel aan de lage kant. Maar wie weet loopt het wel. En er zat toch wel een vooropeningetje op. Het kubusje was niet zo heel netjes in elkaar gelast. Of gehecht. Maar goed, kunnen niet alles hebben, hè.
En hier kun je al zien, die gaat heel langzaam. Ik heb gewoon de eerste las. Heb ik helemaal laten staan, dat ik boven ben. De instapelen. Hier maak je een soort van driehoekjes. Maar niet echt een driehoekje omhoog, maar een driehoekje naar voren. Hè. Dat draadafstand uit je monningstukje, gasmonningstukje, contacttip. Dat die draadafstand ongeveer hetzelfde blijft. Dat probeer je. En dan ga je ook maar gewoon voor in het smeltbad blijven. En op en neer hobbelen. Hier kun je van de andere kant af zien de toortste 90 graden inwijzen. En meestal merk je als je wat hoger komt, dan gaat je een beetje achterover staan. Op zich ook niet erg. Probeer hem er altijd 90 graden in te wijzen. Dus hier kun je zien dat ik hem naar voren en naar achteren toe doe. Dus iedere keer je probeert vooraan in het smeltbad te blijven. De uitsteeklengte van de draad hetzelfde te houden. Stroom is beduidend lager, zie je wel. Dus iets te laag naar mijn zin, maar goed. En nog ging het één keer fout. Hier kun je het wel verder zien. Je probeert het draadje, ja, je kunt het vanaf deze hoek niet zo goed zien. Het is ook lastig filmen die verticale omhoog. Die nozzel die zit helemaal in die hoek geduwd. Je ziet het maar te filmen. Maar het is redelijk gelukt. Het kwam nog uit een andere hoek. Kun je het hopelijk wel beter zien. En het is ook voor in het smeltbad blijven. En langzaam omhoog. En kijken wat er gebeurt. Hè. Dus dit is wel heel leuk lassen, vind ik altijd. Verticaal omhoog. Die is wel meer vanaf de zijkant. Dus om jullie een indruk te geven. Niet zenuwachtig worden. Hij zakt niet uit. Hij blijft ook gewoon vlak. Hè. Als je de instelling goed hebt, heb je hem veel te hoog staan of veel te veel draad erin zitten. Ja, dan krijg je of een hele bolle las of eentje waarvan die druipers aan hangen. Nou, dat wil je voorkomen. Dus, want je kunt hem al overzetten, alleen moet je dan sneller lassen. Je kunt nou zien dat de toorts omdat die camera er hangt steeds verder achterover gaat. Dat was eigenlijk al iets te ver. Maar ja, je moet iets doen om het te filmen. En hier kun je ook zien dat er een vooropeningetje op zit. Je kunt er doorheen kijken. Je kunt ook zien dat hij er doorheen blaast, zeg maar. Dus dat je een doorlassing krijgt. En het is een heel super relaxed werkje. Lekker rustig. Lekker ontspannen bij zitten. Niet te moeilijk doen. En oefenen, oefenen, oefenen. En dan komt het goed. Dat is met alles, hè. Dat is... Zelfs met mij, want zo vaak doe ik het eigenlijk helemaal niet met mag, verticaal omhoog. Eigenlijk bijna nooit, want het meeste wat ik doe is met elektrodes op het werk. Dus dat is dan ook eventjes wennen voor mij. Hier heb ik er een die je nou hier vooraan ziet. Daar heb ik een gat in geblazen. Maar kort filmpje. Dat jullie een indruk krijgen, verticaal omhoog. En je moet er niet te bang voor zijn. Hier hebben we ze. Verticaal naar beneden, verticaal omhoog. Vind ik mooier om te doen, meer eer van je werk, ziet er ook mooier uit. Zul je wel zien op de foto's. Even kijken, de slechtste last die we hierin hebben zitten. Deze, hier brandde ik een gat in. Ha. Dit is de slechtste. En de rest, ja, die zijn allemaal hetzelfde. Die zien er allemaal gewoon... Tada. Vat hij hem scherp? Kijk, die zien er allemaal. Die kan ik draaien hoe ik wil. Zien er allemaal goed uit. Dit is een ander verhaal. Dit ziet er ook gewoon goed uit. Als je het verft. Hoeft er niet aan te slijpen, maar... ja, dit is niet mijn favoriete manier om het te lassen. Ja, krijg je zoiets. Dit is veel vlugger, hè. Apparaat niet anders instellen, gewoon verticaal naar beneden. Gewoon mee gang door. Laat ze kunnen veel meer fouten in komen. Hier heb ik ook een slechte.
die is niet alles. Ik heb ook zitten tobben met de camera die in de weg zat. Hé, maar dat heb ik hier ook gedaan. Kun je hier niet zien? Want dat gat er hier in branden. Ja, er zat gewoon een vooropening op van een millimeter of twee, drie. Had ik niet zo netjes in elkaar gehecht, die kubus. En toen hield ik hem niet meer. Je kunt het lasapparaat anders instellen. Als je dat de hele dag door moet doen met zo'n grote vooropening, dan gaat dat ook. Ik had hem nu ook vrij laag ingesteld. Bewust gedaan, als je dat thuis wilt oefenen, zet hem niet te hoog. Je ziet, hij komt er en hij wordt warm. Dat is mijn verticale omhoog, staat veel lager als gewoon onderhands of verticaal naar beneden. Heb je kunnen zien. Wou die gewoon eens eventjes voordoen. Zijn er vragen over? Hieronder stellen. Welke is sterker? Die is sterker. Zijn er vragen over? Dan hoor ik het graag. Hieronder vind je het leuk. Duimpje omhoog. Wil je er meer zien? Abonneren. En belletje aanklikken. Word je op de hoogte gehouden wanneer ik een nieuwe upload. En voor nu, bedankt voor het kijken. En ik sluit af zoals ik altijd doe. En dat is zoals we in Brabant zeggen. Houdoe!